En de regering praat morgen met de personeelsbond van het overliggend waterschap multipurpose quarantaineproject OWMCP. Er heerst al geruime tijd ontevredenheid onder het personeel, omdat de onderhandelingen met de regering voor een nieuwe CAO niet op gang kwamen. Bondsvoorzitter Dayanan Dwarka zegt dat de ontevredenheid zelf tot een werkonderbreking heeft geleid. Op verzoek van de regering is deze actie ruim 3 weken geleden opgeschort met de bedoeling dat de onderhandeling zou worden opgestart. Maar ook dat heeft volgens Dwarka enige tijd op zich laten wachten. De werknemers van MCP voor het laatst in 2018 een loonsverhoging hebben gehad van 25%. Tezamen met de loonsverhoging die toen is gegeven door de overheid, door de regering aan de landsdienaren. En als we in ogenschouw nemen de ontwikkelingen die er zijn geweest met betrekking tot de koopkracht na 2018. U kent de ontwikkelingen in 2020, in 2021, waarbij de inflatie een dusdanige vlucht heeft genomen. We hebben in 2 achtereenvolgende jaren, 2020 en 2021, hebben we inflaties gehad van boven de 60%. En dat is niet in de koude kleren gaan zitten van de mensen. De koopkracht is zodanig achteruit gegaan dat de mensen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Niet eens op een verantwoorde wijze hun familie, hun gezin kunnen onderhouden. En als je nagaat dat je langer dan 1,5 jaar bezig bent om daar verandering in te brengen, dan begrijpt u wel dat mensen zeer gedemotiveerd zijn, geen geduld meer hebben. De rek is eruit. Dus we willen heel gauw met de regering, en dan, daar zijn we blij mee, dus dat op het hoogste niveau er aandacht wordt gegeven aan dit vraagstuk. We zijn positief gestemd dat als het enigszins kan, wij morgen al een race eruit kunnen voor wat betreft de lonen. Dat er met betrekking tot de lonen wij tot een vergelijking zouden kunnen komen. Dwarka zegt dat het personeel ook ontevreden is over de zorgwekkende situatie waarin de Wakai-pompen verkeren. Hij benadrukt dat zonder dit pompgemaal het onmogelijk is om optimaal aan rijstbouw te doen in het district Nikeri. Het OWMCP kan momenteel geen garantie geven voor irrigatiewater voor de boeren. Van de 4 pompen die er zijn te Wakai, die 2 zijn permanent uitgevallen en 2 van de pompen die verkeren ook in een dusdanige deplorabele staat dat eigenlijk er geen waarborging is van het voorzien van voldoende irrigatiewater aan de rijstboeren. Deze 2 pompen die niet eens op volle capaciteit draaien, die hebben natuurlijk een onvoldoende capaciteit om het hele areaal waarvoor het bedoeld is om irrigatiewater te voorzien, om dat te kunnen doen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zal de onderhandelingen tussen de bond van OWMCP en de regering leiden. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zal ook aanzitten, omdat het OWMCP onder haar ministerie valt. Verder zullen minister Prelat Soudin van LVV en Armand Agaybersing van Financiën de onderhandelingen bijwonen. Het gesprek tussen de bond en de ministers vindt morgenmiddag plaats.